Hallo jongens en welkom bij de nieuwe aflevering van Test It. In deze aflevering ga ik 3 primers van de Action testen. Dit zijn de welbekende, of niet welbekende. Dit zijn in ieder geval de mooie budget primers van de Action. Ik weet niet precies wat de prijs is, maar volgens mij is het rond de 2 euro of misschien nog wel daaronder. Het leek me heel erg leuk om te kijken of deze primers beter zijn dan de primer die ik dagelijks gebruik op dit moment. Dus daarom test ik ze ook tegen elkaar in deze video. Dus ben je benieuwd hoe deze primers mij bevallen en hoe ze presteren tegenover de primer die ik nu elke dag gebruik. Blijf dan natuurlijk even kijken. En ik zou het super leuk vinden als je deze video ook een duimpje omhoog zou willen doen. En ik zou het ook super tof vinden als je zou willen abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we beginnen. En ik zeg heel veel kijkplezier. Goed, ik heb de 3 primers hier. De Illuminating Primer, de Concealing Primer en de Controlling Primer. En ik ben eigenlijk wel het meest benieuwd naar de groene variant. Dus die ga ik meteen even uitproberen. Wat ik ga doen is, ik ga op deze helft van mijn gezicht deze primer gebruiken. En dat doe ik ook met de rest van de primers. En dan ga ik aan de andere kant mijn normale primer gebruiken. En dan ga ik, zeg maar, op die manier een beetje vergelijken hoe het allemaal bevalt en hoe het allemaal eruit ziet. Want zo heb ik meteen een vergelijkingsmateriaal aan de andere kant. De primer die ik tegenwoordig gebruik is deze Insta Fix & Go 2-in-1 primer en setting spray van Rimmel London. Hij is heel fijn en ruikt ontzettend lekker. Het is wel een spray, dus ik scherm even de helft van mijn gezicht af. En dan ga ik deze primer aan de andere kant gebruiken. Wat ik zo ontzettend fijn vind aan deze primers is dat ze zo mooi eruit zien. Even serieus. Wie zou zeggen dat dit gewoon een potje van Action is? Action eigen merk. Het is gewoon een hele mooie glazen fles. En het is met een pompje super hygiënisch. Ik ben er echt heel erg over te spreken. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe groen het wordt op mijn gezicht. Echt een hele mooie groene kleur. Echt super intens groen ook. Ik heb wel een beetje rode wangetjes, maar niet te erg. Hij voelde heel lekker. Hij is zeg maar niet te dik, maar ook absoluut niet te dun. Ik vind hem niet zo heel lekker ruiken, denk ik. Maar de geur gaat ook wel snel weg. Ben ik minder rood? Ik denk niet dat ik minder rood ben ineens. Ja, ik ben het meest rood in mijn wangen. Maar misschien ben ik aan deze kant nog wel even iets roder dan aan deze kant. Maar het scheelt niet veel. Wacht eens even. Je moet deze primer laten rusten en laten intrekken voor 15 minuten. En daarna mag je pas de rest van je make-up aanbrengen. Oké, het is dus niet echt geschikt als je 's ochtends haast hebt. En omdat het zeg maar op de verpakking staat, wil ik het eigenlijk ook wel gaan doen. Dus ik ga even een kwartiertje zitten en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, ik ben inmiddels bijna in slaap gevallen. Maar hey, het heeft dus even wat tijd nodig en ik heb even gekeken. Deze 2 hebben ook 15 minuten nodig om te zetten. Ik heb geen idee wat er dan gebeurt in die 15 minuten, maar ze hebben het nodig. Goed, dan ga ik door naar mijn foundation en ik ga gewoon kijken of het even lekker aanbrengt. That's it. Ik gebruik gewoon weer mijn spons. Doe wel eerst even foundation aan deze kant. Dus mijn foundation aan deze kant zit erop. Dus ik weet precies hoe het normaal gesproken voelt. En dan ga ik dus precies hetzelfde aan deze kant doen. Aan de Action kant. Ik denk dat ik alle 3 de primers met dezelfde foundation ga uittesten. Zodat het gewoon allemaal op dezelfde manier verloopt. Om eerlijk te zijn zie ik helemaal niks terug van het effect van de groene primer. Want groen haalt natuurlijk rood weg. En dat staat er hier ook. Anti-redness. En als ik naar beide kanten van mijn gezicht kijk, dan zie ik letterlijk geen verschil. Ik zie hier wat roodigheid, zeg maar, doorheen schemeren. Wat ik altijd heb. Maar ik zie hier echt precies hetzelfde. En ik weet niet zo goed of je dat op de camera ook kan zien. Dan is het tijd om het allemaal af te poederen. En ik gebruik gewoon een poeder van dezelfde lijn van Rimmel. Ja, beide kanten lijken eigenlijk heel erg op elkaar. Dus ik denk dat het nou een beetje een kwestie is van hoe ziet het er voor een paar uur uit? Ja, even aankijken. Ik ga zo meteen naar bed en ik dacht ik wil jullie eigenlijk eventjes een update geven over de foundation. Ik heb het nou al best wel wat uurtjes op. Oh, die camera is trouwens zo zwaar. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar er is weinig verschil. Misschien hier een beetje. Dit zijn wel echt mijn donkerste puntjes. Bij mijn gezicht, aan deze kant heb ik het iets minder. Dus misschien dat het iets meer bij mijn neus is weggevaagd aan deze kant, aan de Action kant. Maar het kan ook zijn dat ik
jeuk aan mijn neus had of zo. Dus ik weet het niet zo goed. Ik zit echt heel erg te wiebelen trouwens. Vet irritant. Verder dan dat zie ik eigenlijk helemaal niks. Vandaag is het tijd voor de tweede primer. En dit is de Concealing and Refreshing Primer. Ik ben wel heel erg benieuwd hiernaar. Dus deze gaan we vandaag lekker uittesten. Maar wat ik vandaag ga doen is ik ga geen kwartier lang wachten totdat het een keer gezet is. Ik ben wel benieuwd wat het doet. Want ik kan me dus niet voorstellen dat ik dus als ik een keer haast heb of zo, dat ik dan een kwartier ga wachten op mijn primer. Dus vandaag ga ik dat ook even niet doen. Oh, in mijn oog. En dan gaan we in met de primer van The Action. Als er ooit iets uitkomt, uiteraard. Dit is hoe het eruit ziet. Een neutrale kleur. Hij ruikt wederom niet zo fantastisch, maar dat maakt niet uit. Hij voelt eigenlijk precies hetzelfde als die van gisteren. Echt een hele fijne textuur. Het voelt ook niet siliconachtig, want soms heb je primers die heel erg siliconachtig aanvoelen. Maar deze voelt eigenlijk gewoon aan als een lekkere crème of zo. Dan ga ik weer mijnzelfde foundation gebruiken. En ik doe eigenlijk weer precies hetzelfde als wat ik gisteren gedaan heb. Het is tijd voor een update. Inmiddels heb ik mijn foundation, ik denk wel zo'n 10 uur op. En ik zag dat ik vooral bij mijn voorhoofd heel erg vettig ben. En ik zal jullie even wat meer inzoomen. Ik denk dat ik aan beide kanten zeg maar even vettig ben. Het is niet zo dat ik denk van wow, aan deze kant is het veel erger dan aan deze kant. Helemaal niet. Het is eigenlijk best wel hetzelfde. Ik merk eigenlijk ook helemaal geen verschil met gisteren aan deze kant. Mijn foundation ging net zo lekker op. Alles ging net zo lekker. Alles ging gewoon best wel goed. Ik weet het niet hoor, maar ik denk dat het best wel goede primers zijn. Het is tijd voor de derde primer. En dat is ook meteen de laatste. De Illuminating Skin Smoothing Primer van The Action. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze bevalt. Volgens mij heb ik hem al wel een keer eerder gebruikt. Maar ik weet eigenlijk niet eens meer hoe het mij beviel toen. Ik ga hem ook weer een kwartiertje laten intrekken. Misschien is deze wel ietsje vetter dan de rest. Ietsje meer aan de vette kant. De primers zijn aangebracht. En dan ga ik nu even een kwartiertje wachten. Inmiddels is er ruim een kwartier voorbij. Dus ik ga weer mijn foundation opdoen. Het is trouwens ineens echt heel erg licht. Sorry daarvoor. Nou, wederom gaat het er gewoon goed op. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe het straks over een paar uurtjes eruit ziet. Goed, het is tijd voor een update. Ik heb deze primer vandaag al ruim 9 of 10 uur op. En ik heb mijn foundation en even niks bijgewerkt voor deze video. Ik dacht, ik wil even gewoon zien hoe ik eruit zie. En ik zie dat ik echt ontzettend vettig en olieachtig ben. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ik ten eerste mijn foundation zo lang op heb. En ten tweede dat het best wel warm was. En ten derde, ik heb best wel een vette huid. Dus dat is best wel normaal voor mij. Wat me wel opvalt is eigenlijk dat zelfs de kant, deze kant, de kant van de Action Primer, eigenlijk nog minder shined. Tenminste, op de camera lijkt dat zo. Ik weet het niet. Ik heb mezelf net even goed onderzocht in de spiegel. Toen kon ik niet echt een verschil zien. Maar nu ik zeg mijn camera aan heb gezet, lijkt het alsof deze kant zelfs minder olieachtig is dan deze kant. En hier heb ik dan mijn gewone normale primer gebruikt die ik dus dagelijks gebruik. Dus dat zou betekenen dat deze misschien je wat matter houdt. En dat is dus heel raar. Want het is de Illuminating primer. Dus dat is een beetje gek. Verder dan dat zie ik eigenlijk weinig tot geen verschil. Aan beide kanten is mijn foundation even ver afgebrokkeld, afgegaan, zeg maar. Ik heb het altijd hier bij mijn neus dat het weggaat. En op mijn neus en op mijn kin. En dat is precies hetzelfde weer aan de hand aan beide kanten. Mijn eindconclusie van vandaag zou dan ook zijn dat dit absoluut wel gewoon prima primers zijn. Alleen, er valt me dus één ding op. Je hebt dus een witte, een groene, een roze. En ze hebben alle drie, zeg maar, verschillende dingen. Deze is concealing, dan heb je controlling en de illuminating. En ik vind ze dus alle drie heel erg op elkaar lijken. Het is alsof er geen verschil tussen zit. En het is alsof ze überhaupt niks anders doen dan gewoon een primer zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zou zeggen dat ze prima zijn als je gewoon een primer nodig hebt voor je make-up.
en verder geen bijzondere wensen hebt, dan is dit heel erg goed te doen. Het is goed betaalbaar en je hebt gewoon een mooi potje lekker veel primer voor lekker weinig geld. Maar mocht je nou echt zo'n groene primer willen omdat je wat roder bent, of wil je een illuminating primer omdat je wat aan de droge kant bent, of wil je een concealing primer omdat je geconcealed moet worden, dan zou ik absoluut voor iets anders op zoek gaan. Want dit is gewoon een primer. Gewoon een willekeurige prima primer die je gewoon elke dag kan gebruiken als je gewoon een primer nodig hebt. Dat is dan ook de conclusie van vandaag. En natuurlijk een groot minpunt is dat dit een kwartier lang gezet moet worden in de huid. Dat vind ik raar. Op de dag dat ik het niet had gedaan, merkte ik eigenlijk niet zo heel veel verschil. Dus ik weet niet of dat per se nodig is, ja of nee. De keuze is aan jou. En dan komen we bij het einde van Test It van deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik de primers van de Action heb getest. Laat me vooral achter bij de reacties wat ik de volgende keer zou moeten testen. En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!